Hallo beste kijkers, Zakka hier dat spreekt en welkom bij de allereerste Gaming Wednesday met glitters en zo. Mooi, we gaan eraan beginnen mensen. De spel die jullie nu zien is Counter-Strike Source DE Dust. Ik ga jullie eigenlijk gewoon heel snel uitleggen wat ik van plan ben. Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. Dit is mijn eerste aflevering en ik heb jullie hulp nodig. Welke spel moet ik spelen? Laat het mij zeker en vast weten, dit is de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik weet, oh my god, hoe schieten ze mij door dat rook? Maar... wat heeft de... Zat er toch een bom gesmeten? Nee, ik ben toch niet scheel, hè? Oh my god. Nee! Oké, dat is niet erg, mannen. Ik wil dat jullie de games kiezen. Liefst ofwel gratis games, ofwel online games, ofwel... gewoon PC-games. Trouwens, ik ben ook aan het wachten op GTA 5. Op PC, zodat ik dat kan spelen. En dan is dat op en zo. Trouwens, mijn broer zit hier achter mij. Zijn met dat beo, kijk een keer. Ik heb deze game zoveel gespeeld. Ik had echt meer dan 700 uur gespeeld op de... Wow, headshot! Ik had echt meer dan 700 uur gespeeld op de 1.6. Ik deed echt niks anders. Ik had echt geen leven, ik moet toegeven. Ik was stil, tja, ook gestorven. Next! Nee! Deze game is niet zoals Call of Duty of al die kak games waar dat je... Oh man, Starfield, dat was ik allemaal. Hier, uw punten. Ik gestart met 100%. Daar beneden links. Je hebt 100 health. En als je wordt aangeraakt, dat gaat niet naar omhoog na een tijdje. Nee. Dit is echt die hard. En als je hier sterft, word je niet een motherfucker. Als je hier sterft, moet je wachten tot het einde van de round. Je wordt niet onmiddellijk gewespawned zoals die games van tegenwoordig. Nee, this is the real shit. Oké, ik geef toe, Call of Duty. Ik heb dat vroeger heel vaak gespeeld. Tof spelken en zo. Maar wat? Alle Call of Duty's zijn hetzelfde. Of niet soms zijn meer? Ja. Ja! Weet je welke Call of Duty ik heel veel heb gespeeld? Call of Duty Black Ops 1. Ik heb zo vaak... Wacht, iemand is net aan het spreken online. Ferm ta gueule, merci. Oké, ik heb die gewoon gezegd, hou je bakjes. Dus oei, die willen mij vote ban doen. Vote ban, dat is, ze willen mij gewoon bannen, omdat ik ferm ta gueule zei. Oei, twee al. Gaan ze mij echt bannen, omdat ik hou je bakjes zei? Ah, ze zijn iemand anders aan het bannen. Oef, gelukkig maar. Ik heb heel veel Black Ops 1 gespeeld. Gewoon voor de zombie mode. Ik ben wel de naam vergeten. Hoe heet die huis weer al? Die mansion? Die dingen daar? Wacht even. Ik ben even geconcentreerd, mensen. Hier was iemand. Oh, double kill! Is er niemand? No way! Nee, wat mis ik? Oh my god! Nee! Ik haat als dat gebeurt. Ik heb 5-4, ik vind dat nog wel een sava score. Allee, zwaar. Ik kan geen twee dingen tegelijk, gasten. Ik ben geen vrouw. Oké, sowieso. Oh, camper de nerd. Een camper is zo'n persoon die daar op één plek blijft, zoals hij hier. Twee zelfs. Dat kan toch niet? Kijk, hier staat ne campé pas. Dus mensen, als jullie een leuke PC-game hebben, dat mag zelfs zo van die gratis online games zijn. Ik heb weer... Oh my god, ik haat dat. Ik haat dat als ze mij flashen. Maar what the hell, maar dat kan toch niet? Zijn ze hier al of wat? No way. No, maar what the hell? What the hell, ik heb niks gepigeerd van mijn leven. Dit is al het einde van mijn video. Bedankt dat jullie hebben gekeken. Jullie kunnen mij altijd steunen door deze filmpje een thumbs up te geven. Ik maak ook andere filmpjes die je hier en hier kunt bekijken. Tot de volgende keer dan maar. Dit was dan beste kijkers. Just smile, peace and love.